Nee, ik dacht dat het altijd op dingen was, op Twitch. Daarom. Ik kijk het via onze shit. Ah. Hey, ik zie beeld. Oh, wow, nee. Hey. Oh ja, welkom iedereen. Voor een nieuw food review. Nee. Even bonk op maar Twitter. Wanneer, zeg maar wanneer we live zijn. We zijn live. Bro, I was about to say the N-word. Het is YouTube. Moet ik eventjes Zino verstappen. Jongen, weet je hoe fucking irritant is om 3 streams achter elkaar te doen van announcement? En ik wil... Godverdank, iemand had me geholpen. Iemand had me geholpen, godzijdank. Dat ding is, ik was helemaal vergeten. Gewoon dat, nou, ik was niet echt vergeten. Ik wist dat het vandaag was, maar ik had dingen van school en shit. En dacht ik van, oh ja, natuurlijk. Oké. Hoe heb ik nog niet The Boys gekeken? Oh, hey there. Nee. En het is specifiek alleen van... Ik wil gewoon niet meer op Twitch. Ik bedoel, ik let nu... Ja, ik let nu op mijn boys en op mijn band. Nintendo Mini Direct. En we kunnen het N-woord zeggen, dus ja, daarom zijn we ook hier. Ik bedoel, TLC kan als TLC gedragen. Ja. Het is al de derde stream voor deze week, fucking. En Apple zo moe. Apple heeft die stream uitgehaald, ze moeten. Midstream uitgehaald. Echt, jongen, such a badass. For what? Ik zag nog... 5 streams daarvan open. Shit, man. En ja, zo kunnen we ook die subs rekken. Wacht. Red? Red. Die kill. Ik weet niet, misschien is even iets gaan lopen. Ik weet niet, dergelijke ding is blue, long time, man. You too, Red. Nou niet? Ja, het is... Oh, shit. Pas. Mijn shit zat vast. Ja. Red, wat gebruik je als koptelefoon? Wat, hè? Wat gebruik je als microfoon en dingen zo? Ik gebruik nu mijn laptop. Ik gebruik die laptop microfoon zelf. Oké, nee, alsjeblieft, pak je headset. Alsjeblieft niet. Die gaming headset, gaming. What color is Chilbo in? Ice blue. Fuck mijn leven. Of gold, ice weet blue. Ik veel. Nee, gold is dinges, gold is maar een alternate color. Of zoals gold ik wel. Oké, 4 minuten, kom op. Let's fucking go. Waar heb ik het nou weer gegooid? Oké, mensen, onthoud. Niet te hype zijn, dit is een direct mini. Dus dan moet je al niet hype zijn. En het is nog een partner showcase, dan is het zo shit. Je moet ook hype zijn. Willem, grap, wat? Ja. Niet doen. Geen muziek zetten, nee. Ik zet geen muziek, joh. Nee, waarom? I don't feel so gangster. Nee. Godverdomme.
En het speelt denk ik niet eens af. Jawel, van mij wel. Oké. Oh, ik heb het gemute, daarom. Oké. 10 minuten. Denk je echt, ik ga een fucking sunset kill? Ben je gestoord? Ja. Ja. Fuck both of you. Dat was niet gamer. Ik zou... Koop gewoon zo'n microfoon die ik heb. Het is maar 30 euro. Wat hè? Koop gewoon zo'n microfoon die ik heb. Het is maar 30 euro of zo. Nou, daar vraag hoe het gaat. Ik bedoel, we leven. Gisteren de PS5 stream gedaan. Ik bedoel, dat was. In ieder geval, we weten gewoon, we gaan gewoon Xbox Series halen. In ieder geval, Ren Blue gaan Series S halen en ik ga Series X halen. Op release. Series S? Ik ga Series X halen. Ja, yeah, but is Series S the one without the disc? Disc. I don't mind that. Ja, Blue Game Pass is toch goed. Ik was even vergeten. Sinds Rood doet meer aan Game Pass. Oh, 1 minuut. Game Pass? Ja. Sinds Rood? Ja, sinds Rood zit in Game Pass. Which one? Ik denk zijn ze allemaal behalve. Ik denk. Drie is denk ik Glimas, maar die zit er niet in, denk ik. Oh, I have it on the switch, so I don't care. Oh shit, er gaat beginnen. It's begun. Please no, dude, go fast. Oh, wacht, shit, mijn TV. Shit, ik kan geen moe horen. And this is? Einde. Can't wait for COVID 20. Bruh. Is it Monsanto? Capcom presents some guy riding on. Wacht even, ik verbeter de verbinding, want voorraad dit was niet op HD. Ja, hebbes. This doesn't look like anything I recognize. I just got an important letter. It looks like we. Oh, dankjewel YouTube. What? Nee, het lijkt zo maar. Ik heb fucking perfecte verbinding, hoor. What is this? Dit is het is Monsanto. Oké, ja. Dat klinkt perfect nu. En net als je nu kijkt, Monsanto is het. Ja, ik kijk aan nu al. Oh, wauw, je klinkt heel goed nu. I'm not too familiar with the series, so. Hij zei Calamity! Calamity Ganon. Capcom.
Oh ja, ik denk Monster Hunter World zit ook in de... Hoe heet dat? In Game Pass. Misschien kunnen we dat proberen. Oké. Okay. Monster Hunter Rise. Zeg niet dat het... what the fuck? Het heet echt legit zo fucking al. Maar de graphics zien er wel mooi uit, man. Ja. Oh, 26 maart 2021. Bonus pre-order. Ik dacht. Nee, dank Goes. Woef. De Doeks. You can play the latest installments in the Monster Hunter series wherever you are and however you'd like. We've prepared a trailer for another title, so please take a look. Okay. Oh. Senpai, yeah. Zelda? Capcom again. Oh, huh? Nee, nee, we gaan spelen op Xbox. We gonna play it on... No. Ni no Kuni? Of nee, dat is niet eens Capcom, man. What the fuck is dit dan? Capcom. Ja, ik weet, het is een Capcom, maar like... Is dat nog steeds Monster Hunter? Yeah, I heard Rathalos, so... Rathalos wel. Monster Hunter Breath of the Wild! Oh, come on! Fuck off. Dumbun! Oh, wacht even, daar zegt Monster Hunter Stories 3. Ik wist niet dat dat bestaat eigenlijk, om eerlijk te zijn. Monster Hunter Stories 2. Wings of Rue. Oh, daar. Oh, Stories 2. Oh. Wings of Ruin. Wacht, dus was het al uitgekomen? Dus dat... Of tenminste 1 en 2 waren er. Oh. Dus het is release 2 in plaats van dat ze gewoon doen. Stay tuned for Monster Hunter Direct after this. Ik zeg eerlijk, boys, ik zou liever dat willen spelen dan dat. Continue watching for 15 minutes Monster Hunter Direct immediately after today's Nintendo Direct Mini. Ik weet niet. Ja, ik bedoel, als er toch een postshow uiteindelijk hier zo gaan fixen om te talk over dit, dan ja, waarom niet? Hee. Boxing Rhythm Game. What? Wat? Nee. Nee! No, it's not Punch-Out, shut up! Sequel nog. You need to stretch your legs. No thanks. In plaats van ze gewoon... In plaats van Samba de Amigo 2 gewoon maken of zoiets. Of gewoon die eerste gewoon fixen. Exactly, something Switch. Like that. Ik zal dat kapot maken. Several features are included in this installment. Including a two-player mode. An alarm function. And the ability to turn off boxing moves. Cares? Okay. So use all these features to help keep you going. Select any one of the 9 instructors. Aaron. Janice. Hero. And Karen. Nee, dat is niet de goede naam. All of them have their own. Why? People are gonna use that as like a meme. Wacht even. Een bekende leaker zegt dat Microsoft Game will be at this one, by the way, available today. Oké. Mag God dat weten. Is Gea? Ja. Yeah. Oh. Oh, Malati. Wat voor edgy.
Nee! Wat in de... Jezus, Disguises. Nee. He becomes stronger the more he dies. Wow. This game more like I'm asleep. Kill, wat voor chibi shit is dit, Kill? Yes. RPG gamer, I know. What the fuck? God of Destruction. What in the hell? I'll be on among Furious. I'm a god like Virus. Defiance of Destiny is coming exclusively to Nintendo Switch Summer 2021. Plus, the previous title, Disgaea 5, that ook nog. Oh, lol. For a limited time in a special game trial event exclusively for Nintendo Switch Online. What's next? Oh. Defend your turf in a ruthless criminal underworld. Oh, van dingen, van John, van die maker van Doom. Wat was dat? Sin City of zoiets? Sin City. Nee, dat is een andere franchise, maar. Wat is deze game, man? Ja, het is een soort van strategy die gangsterachtige game. Ja. Het is van de originele maker van Doom. Empire of Sin. Ja, dat was hem. A tactical shooter. Oh, net als dus, het speelt net als XCOM dus. Is dat Sniper? Yes. De bel. Ja, man. We closed the trap on Hitler's North Africa campaign. But what next? I'm headed for San Salini. A secluded island in the southwest. Sniper 3? My target is General Tobias Schmidt. Op een tablet? Ja, dat gaat heel vaag uit, hè. Ja, daar heeft een punt. Like, in elke sniper game, ja, je moet Hitler shooten of zo, weet ik veel sniper. Hoef ik. Hey, Zaido. Empire Sin is gewoon Mafia City. met extra tijd. Wauw, Sniper Elite 4 Italia, what the fuck. Ja. Yeah. Waarom? Ik bedoel, ja, die Gemma is niet heftig, man. Quick look. The Long Dark. Ja, wauw, serieus? Long Dark. Niggas really made the same game for it. I like, for real! Was de Long Dark in principe niet, ja. Ja, Blue, je spoilt alles. True survival on Nintendo Switch. Ah, Lesson was 2. Fuck! Serieus, PGA Tour, ga weg, man. Golf, man. Waarom? Waarom? Ja, hij loopt achter. Hey! Dat looks pretty good. Oh ja, man. Het is Hades. Ah, Zeus. Ja. Oh, van de makers van Sonic. Oh my god, is Digimon. Ballen Wonderworld, gaaf. Van de OG creator van Sonic. Danic. As Leo and Emma, you'll don costumes to wield a variety of abilities.
Ja, toen ik dat trailer had gezien, ik had echt een raar nice gevoel. Maar het is ook platforming, dus ja, Sonic shit. Bruh. Ik ga dit halen. Sega. Nah, screw Edix. Sega wil geen moer doen. Of course they don't. Joy-Con co-op. Het spijt me, fucking hell. Ik wil mijn grap terug. Imagine playing with Joy-Con. That's really funny. Metaton ziet er goed uit. Shut up. What is this? Wound Factory. What is this? Oh my god, what is this? Over Marvelous. Is this another farm RPG? Please don't tell me. Please don't say it so. Is it a heel... Amnesia. Amnesia. It's another farm RPG. Amnesia. Oh my god. Wow, man. Just Harvest Moon. You may even find a special someone to start dating. Nee. This is nee. Just Harvest Moon. Ja. Ja, Blue. Ik heb ik denk dat ding is. Les of een remaster gaat komen. Het is de nieuwe Ori. Oh ja, Moon Studios. Ja, oké, dus Daniel Amant had wel gelijk dus. Dong expansion. Oké. Ik geloof Daniel Amant gewoon 100% nu, want er werd gezegd dat ding is dat er een Microsoft game zou komen, blijkbaar is het zo. Nigga said, I'ma harvest me a rip-off, GG. Alle kennis naar Dare natuurlijk. Oh, wat vandaag? Later. Wat? Holy shit, collector edition? Dat ziet er anders uit, though. Ja, man. Wacht, je krijgt de eerste en de tweede game, man? For today's Nintendo Direct Mini Partner Showcase. Thank you for watching. Stay tuned for Monster. Toen was Direct Mini voorbij en toen kwam Monster Hunters. Oké, 15 minuten. Oké, dan is goed. To kick things off, please take a look at this announcement. We've already seen this. If any, I'll turn it up. What the fuck? Oh. Ja, ik ja, ik weet dat je de sound bedoelt. Ik heb het omhoog gegooid nu. Of misschien... Ik denk het ligt gewoon op mijn laptop. Want... Oh ja, het is mijn laptop. Maar wat is er? Oh shit. Je laptop trip? Nee, het geluid. Want... Gisteren ging YouTube kijken. Oh. Wacht, dan even in OBS. Even wat lager zetten. I've just already seen an important letter. It looks like...
We've got a rampage on our hands. Niet zo voor zich. Ja, sorry. De reden waarom is... deze hebben ze gemaakt op diezelfde engine van Monster Hunter World. Dat was eigenlijk al gerumerd een paar dagen geleden. Ik bedoel, holy shit, het ziet er fucking goed uit. Maar het ding is, de Monster Hunter World Monster Hunter World engine is de RE engine van Resident Evil. Dus. Hey, precies hoe Resident Evil 2 en 3 in het even meegekrijgt. Maar daar heb ik geen hoofd op. Dat denk ik, weet niet, de intentie. Ja, dit is geen Sony dat je kan zeggen, waar is Virgil met Stan? Rip, no Batman games off the Switch. Only one, but that doesn't count. Oh, built it, bedoel je? This is for my fellow hunters! Yeah, that piece of shit. Shall we go? Waifus? Mis zit iemand in de chat. Nee. So, what did you think about Monster Hunter Rise? It felt nice. The rise in the title refers to the idea of hunters running up cliffs and making use of the verticality of the environment, as well as our desire to create a game that gets lots of people around the world bursting with excitement. Ik weet niet, man. Ik vraag me af, is het... Monster Hunter is a hunting action game series where players get to confront huge monsters. Je hebt een punt, man. Ik weet niet, ik vertrouw de graphics niet. Ik vertrouw die graphics echt niet. Is het gewoon stiekem... Sinds the debut of the series. And this new entry will take advantage of the Nintendo Switch to provide a Monster Hunter trailer that anyone can enjoy whenever and wherever they want. Ik geloof dit niet. Trailers laten alles beter uitzien. Ja, daarom juist, want... Yasunori Ichinose, en wanneer je naar buiten ziet, die revolutie van die dingen... Yasunori Ichinose, the director. It's nice to be here today. Voel je zomaar gejaaid. First, I'd like to talk about the new actions we've added to this game. This game will let you go to all kinds of places on the map, such as cliffs and elevated platforms. These new actions are made possible thanks to a little creature called the Wirebug. The player carries several of these small bugs around, and they allow you to climb to a variety of places that would normally be out of reach. Additionally, there's a great variety of actions you can perform by combining the Wirebugs with attacks. Oh! Using that is a new aspect. Attacks with your favorite weapon is what the combat is going to be all about. Thanks to the Wirebug, there's now a lot more variation in movement and attacks, leading to versatile, fast-paced combat. Ja, daarom juist. Ik bedoel... Next, I'd like to ik weet niet, maar ik geloof het Loki niet. Oh, Wirebug is grabbed from Monster Hunter World. Oh, dus... Vertaling, dus dit is gewoon eigenlijk van Monster Hunter World, maar kleiner, gewoon Switch Edition eigenlijk. Of course, we've made sure to create the locales to make full use of the Wirebug's ability. Maar het ding is ook met Wirebug's ability. Al die gimmels die op RE Engine hebben gemaakt zien er fucking mooi uit. Ik bedoel... Ja, Resident Evil 2 en 3, Devil May Cry. Resident Evil 7. Wat dit was ook meer. Ja, ik had wel stukjes gezien van Monster Hunter World destijds toen Steve zijn lappie meenam en zo. Het zag gewoon nice uit. This area is characterized by the scattered ruins of ancient shrine, hence the name. I can't explain in too much detail, but there are lots of things to discover across each locale, so I hope you take the time to explore when going on your hunts. Next, I'd like to show you a new type of canine buddy known as a Palamute. Ja, precies. Kijk, nu... Ja, kijk hoe... Ik zie Pop in, dus ik kan het misschien wel... Ik kan het wel een beetje vertrouwen. Dat die graphics zo zijn.
Je ziet wat hè? Popping, dus dat dingen. Dat dingen inladen om het zo te zeggen. Various actions, like using certain items or recovering your health. As an attacker type, they will help you out. Ja, natuurlijk spelen ze. Zo spelen ze in dog mode. Kan niet anders. Naturally, ik weet niet, ik schat misschien 900 PZ. Met, ik weet niet wat positie. Want misschien is wel 60 FPS, maar. You can take two buddies with you on a quest. And you are free to decide which combination of buddies you want. In multiplayer, each hunter can bring one buddy with them. Maar zelf als laag was altijd iets slechts zijn. Echt heel veel features. Ja, oké. Nou, gameplay is sowieso een ding met Monster Hunter. Ik bedoel, ja. Het is Monster Hunter. Oh, dat moet er zoveel hebben, anders zou ik 20 FPS first guy sowieso. First, this is the flagship monster for this game, Magnamalo. We can't show it in full yet, but it's a fearsome fanged wyvern with a strong air of menace about it. Oh, dat is de. Oh. Bird. This monster is Aknosom. Aknosom is a bird wyvern that attacks hunters with its characteristic crest. Fireball no jutsu. By changing its shape and using it as a weapon. This monster is the bird wyvern Great Izuchi. Its main characteristic is that it tends to move around in groups of three, attacking all at once or in succession. The key to hunting them lies in how you defend against these attacks. And this is the amphibian Tetranodon. It swallows up gravel to expand its body and then charges at hunters. Oof. As its body changes, so do its attacks. So you'll need to change your approach on the fly while dealing with them. Oh, yeah, let me go to pop again. Eh, hij was gekapt. As you can see, Tetranodon and Arzuros are in a fight. Ja, maar dit ik fight talking about new gameplay elements that arise through fights between high quality we'll share more about this anime fights. Of course, there are other returning monsters, including Arzuros, and plenty of new monsters too. So please look forward to more monster info in the future. Next, I'd like to show your basins. Your base in this game is called Kumura Village. You'll find all the conveniences a hunter needs, like the smithy and other facilities. It's all kinds of colorful characters. The story in this game unfolds through the characters of this village. That mute. We just got an important letter. It looks like we've got a rampage on our hands. I can't say anything yet about the rampage, but we are aiming to provide a new experience with this, so please look forward to future announcements. Ja, dat als iemand gewoon ze zal dan release date and the details on the different versions. As we announced in the trailer, the game will release on March 26th, 2021, and you'll be able to choose from the following versions. The Standard Edition, and the Deluxe Edition with a bundle of recommended DLC. Supply will be limited, but all versions will include special layered armor for your Palamute and Palico, plus a Novice Talisman as pre-order bonus. Also, we will be releasing these three amiibo what the Monster Hunter Rise on the same day as the launch of the game. Soms vraag ik me echt af, using what amiibo lets you unlock special layered armor. On top of that, you can use a daily lottery in the game for a variety of useful items. We will provide more details on these amiibo in the future. Die dingen met amiibo zijn gewoon, het is niet DLC, maar het is eigenlijk wel. The game will also have compatibility features with Monster Hunter Stories 2, which we also announced today. It is DLC that you can't quite carry. Wacht even, dus die twee, wacht even, die zie. Please check out our. Ik denk dat zeker zo'n ding is van, oh, je hebt een save data van die gamma. Hey, je krijgt een free stuff. Dat is echt zo'n. Noem je dat? Ja, dat is echt zo'n Japanese eShop and have a look. De volle shit om te doen. Oh. Please check with your local retailer for pre-order information.
Oh, dus iedereen kan het nu pre-order. That's all for Monster Hunter Rise for now. But Mr. Ichinose has a few final words for you. Je weet hoe Nintendo dingen zijn. Thank you for watching this introduction of Monster Hunter Rise. Ja, je weet hoe Nintendo's story is. We are currently working hard on completing the development of this new Monster Hunter game. Your reaction to this announcement will give us strength and motivation. So please let us know what you think. Please look forward to future updates. We hope you'll enjoy Monster Hunter Rise. Huh? Oh. All right. Next up, it's my pleasure to introduce the newest RPG in the Monster Hunter series. Yeah, it's Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Please take a look. And now this again. New Wizarder Kingdom. Look at the deck of what I'm gonna do. Ooga booga looking ass. It's no mere coincidence that you were given Red's kinship stone. And now all games have destiny. This is destiny. Ah, natuurlijk is het destiny, je weet toch. Destiny says. I thought I'd never see you again. Waarom weer zo? Okay, pal, let's do this. Zie je zo niet? Dat bedoel ik. Dat geeft. Daarom zei ik in begin van Monster Hunter Breath of the Wild. Maar ja, het is wel goed gedaan. Quick, hurry! We don't know if it's the right monster. Our mission is to see if it truly has catastrophic power. Ik weet niet, ik heb Loki hoop dat dit opeens hier komt. En ik bedoel, dat zijn rumors dat dingen dat. Dat er een 4K switch aankomt, ik weet niet, misschien zal ik, ja, als dat echt waar is, dan verkoop ik het. Ja, ja, dat is maar een grapje, kalm aan. Dan verkoop je het toch? Ja, en dan voel ik de dingen, dan koop ik die 4K switch. In this case, you'll become a monster rider, traveling the world with your monster companions as you tackle quests and experience a rich story set in the Monster Hunter universe. But it's Mario Kart. You'll be joined on your adventure by a number of popular monsters from the main series, and the bonds you forge together will have far-reaching implications as the plot unfolds. Our emotional story begins with the mass disappearance of Rathalos from around the world. As the descendant of the legendary writer named Red, you have a fateful encounter with a Wyverian girl who has been entrusted with an egg. I can't say much more at this point in time. Yeah. I hope so. Story suggests we're for the fans. I hope so. Fans with a fantastic narrative worthy of the series. On top of that, we're including elements that connect this game with Monster Hunter Rise. So please look forward to that as well. With the game slated for release in summer 2021. Die compatibility feature, ik bedoel, zeg maar de dingen. Als je een 7 komt voor een van de games, krijg je gewoon dingen. We'll enjoy Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. We can't wait to reveal more about this game in the future. So stay tuned. Today, we introduced you to two new titles, Monster Hunter Rise and Monster Hunter Stories 2. We've created official websites and social media accounts for each title, so please go check them out. We are also planning to provide more updates at TGS 2020 online on September 25th. And Capcom TGS Live 2020. Ik heb alleen maar een demo op de 3DS gespeeld. That's it. Thank you. Ja, ik bedoel, ik had ook Werbeck dinges op de PSP een demo gespeeld. Wow, die stream is voor
die Nintendo Direct. Oh, oké. Okay. Ah, stream's over. Dus ja, van, wat hebben we gezien? Ik denk, man, Ori was belangrijk, vond ik, en Monster Hunter sowieso. Hebben we iets vergeten? Of, het was best wel dinges. Het was niet echt zo jam-packed, maar... Oké, als we gewoon even gewoon de kwaliteit van Direct Mini moeten raten. Ik bedoel, dit is beter dan die vorige, man. Dat weet ik sowieso. Ik bedoel, die vorige, het ding was dat... Shin Megami Tensei heeft dat gecarried. Ja, dat klopt. Dat was het juist. En ik bedoel, wat ik ook klote vind van Shin Megami Tensei, ik bedoel, jezus, dat ding was geannounced en die Switch was geannounced. Wakka. Indeed. En dit was gewoon... Oké, die boxing ding is oké. Het is meh, maar... Ja, dit was goed, man. Het was iets dan die andere. Ja, klopt. Het was ook wat meer. Oh ja, die is gay, ja. Het voelt als one to switch voor mij. Ik bedoel, ja, die is gay, ja. Ik bedoel, niet mijn type game, maar... Hey, en die ding is die Harvest Moon rip-off. Je wilt geen nieuwe Marvel Harvest Moon maken? Fuck it, dan doen wij het wel. En natuurlijk die Knights 2. Die World of Galen. Dus ja, ik bedoel dat... ik bedoel, dit was goed. Voor een Direct Mini, dat ook nog apart in een showcase is. Ja, tenminste, het was niet zo, hoe bedoel ik, ga ik het zeggen? Dat één gamer het moet carryen voor die hele Direct. Ik bedoel, ja, Monster Hunter, ik bedoel, het was wel jam-packed met Monster Hunter, maar het voelde niet echt dat het die hele direct zat te carryen, dus, ja. Dus, yep. Ik bedoel... Well, can't wait for next year, Zelda anniversary. Ja, dan kan je wachten wanneer we eindelijk een normale direct kunnen krijgen. Nintendo. Oh, was een prijs geannounced? Nee. De enige ding is wat er wel was geannounced, dat... Je kan, ik denk, een van de games kon je pre-orderen. Ik denk het was wat Dice. Kan je digitaal pre-orderen, maar je moet vragen in de winkel of zoiets, weet ik veel, voor de physical versie. Okay. Dus ja, wat ik in principe een nutshell snap van Monster Hunter Rise. Monster Hunter World, maar kleiner. En ja, stories, is best wel duidelijk. Het is story. Dat is dope. Jaag in de wereld. Matten. Met animals. fucking Godzilla ass shit. Hij heeft zichzelf nog gered. Ja. Yeah. Is het zo dat hij die endgame krijgt? Nou, dat was het. Ik ben best wel salty vanwege die nieuwe Hyrule Warriors. Oh. Ja, ik bedoel... wacht even. Ja. Hyrule Warriors. Gewoon voor mij Hyrule Warriors. Ik bedoel, het is gewoon Hyrule Warriors. Fuck it. Alleen nu met de. Hoe noem je dat? Het is een prequel. Maar waarom in de stijl van fucking. Warriors? Kom op. Jezus. Nieuwe Hyrule Warriors, iedereen gaat dood. Ja, dat is eigenlijk de hele bedoeling. Dat is de hele logic, denk ik, van die Age of Calamity. Iedereen ging dit deel of zo, toch? En dan in Breath of the Wild waar ze allemaal gereïncarneerd. Dus ja. Ik moet kijken hoe... Weet je wat? Voortaan ga ik dit misschien opnemen. Dan... Ik weet, dan laat ik de livestream gewoon op, maar dan eet ik gewoon stukjes van, dit is nu de po-show. Dus ja, iedereen welkom in de po-show, na twee minuten takken. en we zijn ook bijna klaar. Nee, maar ja, deze direct was duidelijk. Het werd niet gecarried. Het was jam-packed. Er stond eigenlijk 10 minuten dat zou duren, maar het was verder gaan natuurlijk. Maar ja, dope. 5 out of 7. Ik bedoel, misschien kunnen we...
Ik weet niet, want ik zie ook nog een paar video's hier zo. Maar nee, weet je wat? Ik kom binnenkort. Ik weet dat de game in principe morgen of vandaag uit is, maar ik kom voor deze. Deze gaat me fucking rent krijgen. Dat geef ik, dan ga ik 100% voor zeker. Die All-Stars. Ja, ik zeg, ik ga die game gewoon helemaal kapot renten. En ik heb al van Game Explain dingen gehoord van, het is niks speciaals eigenlijk. Het is echt gewoon, ja. Ja, het is echt niks speciaals. Wie de fuck heeft het? Het is een klein beetje disrespect. Dat is een goed idee, man. Dat is het. 64, niet de remake, maar gewoon die originele erop gezet. Ja, want iedereen wil die fucking garbage Rainbow Ride stage spelen. Waar je op een carpet moet rijden. Die moves, the speed of Continental Drift. Oh, en het ding specifiek... Don't even get me started on Sunshine. Oh, en het ding specifiek voor Super Mario 64. Het is de Rumble Edition. Dus zonder de... so long, Gay Bowser. Het is gewoon bye. Dus die nu. Eww. Ja, dat had de Rumble versie gefikt. Ze konden wel nog die DS gewoon zetten. DS. Ja, dat bedoel ik. Maar ik weet niet hoe... Long game, ja. Mario. Dus, ik weet niet... In ieder geval... Ik weet niet, ik denk misschien dat ik later misschien nog ga livestreamen. Misschien ga ik weer fucking Halo spelen of iets anders. Ze konden zo'n long game maar houden, de fuck doet ze? Ik weet echt niet, man. Ik weet echt niet. Kiel, weet je wat we moeten gaan denken? Weet je, als je Super Mario Bros. Op de DS, en je maakt je DS gewoon dicht, het is gewoon dat. Ja, dat is letterlijk die sound dat die maakt. En dat was in die... Dinges, Mario 64 was voor, denk ik, twee keer of drie keer was hij uitgekomen voor 64. Ja, die originele. Dan de 64 DD. Dus de disc variant of zo. Niks speciaal, dat is op een soort van floppy-achtige disc. En toen die was gefailed, hadden ze het soort van geport naar dingen, naar de Rumble-versie. Of het was juist omgekeerd, want de Rumble-versie was eigenlijk een 1.1-versie of zoiets. Het was meer een gepatchte versie, om het zo te zeggen. De ene met de beste content was wel de DS. Ja, maar weet je wat kloot is met die DS-versie? Ik bedoel, je moet een D-pad gebruiken. De controls zijn best wel... Nee. Ik zou liever die van gewoon echt de originele 64 willen spelen of dingen. Of die van DS met qua controls. Very true. Ja, ik weet niet. Maar een 64 met de D-pad nemen. Als die D-pad misschien wel, weet je wel, echt gewoon lekker speelt misschien. Zo niet. Ik had daar niet echt grote problemen mee, nee. Maar moet je wel gelijk geven. Nou, ik heb niet veel gespeeld, maar ik heb het ook laatst op flashcard gezet, dat weet ik nog. En ja, dat speelde wel... Nee. Ja. Maar ik heb dinges, ik heb ook die DS emulator op mijn telefoon, dus... En natuurlijk, ik heb een Note 10. In principe, ik heb een stylus. Dit is gewoon een DS. Solid Rush op de DS. Ik wil de beste content, though. Ja. Nee, weet je, ik denk dat ik het... Ja, weet je wat? Ik ga gewoon zo spelen. Gewoon voor vatten. Of top telly. Dus, ja, wat hebben jullie nog te zeggen? Terraria stream win. Wat dan? Terraria stream win. God stream? Terraria. Oh, Terraria stream. Oh. When? Gaat nog lang duren. Of misschien niet eens. Die update is er niet eens. Ik bedoel, de laatste update van Terraria was alleen die... Dat, je kan nu twee players spelen. Die split screen. Ja. En ja, console. Ja, andere consoles. Ik weet niet, Switch is gewoon handheld voor me. Gewoon, laat zeggen, ik weet niet hoe... ja, in ieder geval gewoon de current gen consoles minus Switch. De trailer is al helemaal geüpdate, behalve Journey's End. Dus... Ik zou liever dat kunnen spelen, maar... Het is Terraria, het is niet super heftig. We kunnen het gewoon altijd spelen wanneer we willen. Ja, terug.
Eigenlijk, ik hype er eigenlijk al lang voor een Terraria stream, maar op een gegeven moment, ik weet niet, in dat moment speelde ik te veel sprite-based games. Ik dacht van, nee man, ik heb echt geen zin om 2D games gewoon te zien. Gewoon 2D sprite animation, ik heb echt geen zin meer. Woe. Minecraft, dat we Minecraft zouden spelen, zou ook in principe een ding worden, maar nu dat we toch de Series X en CSS gaan halen. Met Game Pass, ik bedoel, het is... In ieder geval, ik zeg alvast, wanneer die consoles uit zijn... Stream, chat... Er gaat nog tering veel content komen. Gewoon livestreams, er gaan sowieso meer livestreams komen. Ik ga proberen om elke dag te proberen te streamen. It's every day, bro. Hop! Dus ja... Nog andere dingen of Red, had jij nog iets toe te voegen? Nee, eigenlijk niet. Dat was legit alles. Blue? Not much here. Oké dan. Iedereen, dankjewel voor het meekijken. Oh, en best wel heel veel mensen. Nou, niet veel, maar. Dankjewel voor het joinen. Waar tenminste een paar mensen over. Weet je wat, dit is toch je signature. In ieder geval. Boys, laten we iedereen gedag zeggen. Ga jullie eerst. Blue. Niet. En ik. Chillos. Doei, kusjes thuis.